Okay, what's this straight video? Van de video. We waren dus met het slijm. Ga je kijken? Oké, dat was wel lekker om te doen. Oké, ik ga hier dus een klein beetje water bij doen. Want ik vind het zonde als deze het niet meer doet. Dat vind ik best wel jammer, want dit slijm vind ik best wel fijn. Ik geef het gewoon klei. Van die jaar dit of lijf? Of lijf? Life. Waar gaat dit dan? Video. Ik heb video. Ik heb een klein 3 druppeltjes water bij gedaan. En even kijken hoor. Kan ik daar wel via? Ik ga mijn lijn pakken. Oké, dus dit zijn heb ik. Chill. Oké, ik ga deze dus weer terug in het bakje doen. Oké, en hebben we nu een ander slijm. Hij is heel glad, maar 3, 2, 1. Het is klein. Super plakkerig. En niet fijn. Dus, en ja, ik weet echt niet wat ik hiermee moet. Wat best wel jammer is. En ik ga het denk ik gewoon even horen. Want er zat nog een beetje water in de lepel. Dus poepje. Hopen dat het werkt. En dit de slijm merkt dat het echt heel erg plakkig is. Ter aan mijn vingers. Het plakt overal aan. Zelfs aan het ondergrond. Daar komt de lijn aan. Klei van jullie komt eraan, zegt hij. Klei. Ik denk dat jullie hem niet kunnen verstaan zo goed. Dit is zo plakkerig. Klei. Oké, het gaat ook heel moeilijk voor mijn vingers. Oh ja, en morgen kan mijn vriend. Ik heb ook een musicly gemaakt. Als jij me nog niet volgt, ik heet Ronnie Bittenbaarde op musicly. En ja, volg me sowieso even. Want ik heb er al heel veel likes op. De laatste keer had ik er 6. Ik denk dat ik hem ook even op YouTube ga neerzetten. Het was eigenlijk niet mijn Oxford. Toen had ik nog geen Oxford. En nu heb ik een Oxford alvast voor mijn verjaardag gekregen. En dat is super leuk. Dat is echt super leuk. Maar ik kwam vandaag even niet op, want hij is leeg. En leuk, maar zoals je zag, misschien hij wilt ook in de oplader. Als jullie dat konden zien, misschien konden jullie het ook niet, want hij is heel achter de verklaring verstopt. Dat was de vorige video trouwens, niet deze. Want hij viel uit. Doei!